Vandaag gaan we een startmotor loshalen van een BMW R1200 GS van 2011. En dat kun je zien aan het DOC model. Deze motor heeft ruim 100.000 km gereden. Hij start moeizaam, dus ik denk dat hij wat interne kortsluiting heeft. En dan ga ik de startmotor reviseren. Waar je eigenlijk altijd mee begint voordat je ook iets doet, is hier de minpool loshalen. Losleggen dat hij niet tussen kan schieten. En vervolgens los je deze bout op hier. Torx. En met een platte schroevendraaier kan je hier als het ware tussen wippen. Zo, dat je de stekkerverbinding kon loshalen. Dan kan ik hem als goed is achterwaarts de unit van de klep loskrijgen. En dan kan ik bij de bouten. Zo. En dit zijn de boutjes van de startmotor. Zo. De camera is op de verkeerde stand. Hier is de pluspol. Hier is de stuurdraad. Nou, ik zie niet een heleboel rattigheid, dus ik denk niet dat het gewoon maar een beetje roest is of zo. Ik denk dat er wel iets meer is. Dus ik denk, dan moet ik deze bout los en hier onderaan zit er nog één. En dan kan ik hem als het goed is achterwaarts een klein stukje trekken en dan voorwaarts zo tussendoor eruit halen. Nou, eens even kijken of dat klopt. Goed, nou de startmotor heb ik eruit. Je moet eigenlijk met wat extensies en andere dingen om die bouten los te halen. Maar het verstandigste is altijd eerst om het dopje los te halen en het moertje wat op de pluskabel zat, het kapje, om het eerst los te halen, want dan kun je nog redelijk bij. En dan haal je die los. Je kan er niet zo aftrekken. De kabel is heel kort. Deze kan je ook niet echt goed loskrijgen. Dus wat de bedoeling is, als je deze bouten los hebt, dan is het heel voorzichtig naar achteren trekken en terwijl je het ding doen, schroevendraadje, wip je hem er zo af. En dan, dan kun je ook, zodra de punt uitzijkt, dan kun je erg makkelijk hierbij en deze los trekken. Nou, wat kan ik eigenlijk concluderen? Zo, nou, hier zit wel wat viezigheid op, maar niet echt roest. Maar wat ik hier op de startmotor ziet, ja, dat is wel gewoon ordinaire roest en aanslag. Of dat het compleet dit de oorzaak is, dat weet ik niet. Maar het heeft in ieder geval een behoorlijke negatieve bijdrage. Ook hetzelfde als ik hier de aansluiting ziet van de kabel. Die gaan we zo meteen ook even goed schuren. In de vaseline zetten, zodat hij niet weer aanvreet. En ik moet zeggen, een echt dikke kabel is het niet. Het is gewoon een huls met een andere kabel. Dus kijk maar, hier kan je zien hoe dik die ongeveer is. Dat is niet echt florissant. Nou, even voor de rest kan kijken in het gat. Geen vocht, geen vettigheid, geen shit. Dus bij wijze van spreken ook geen keringenlek van de krukas of de prisas of zo. Nou, deze is ook hartstikke mooi droog. En dan kan ik mooi eens even onderkijken. En dan zie ik niet echt narigheid. Nou, als we naar de startmotor kijken. Goed, deze startmotor is natuurlijk 10 jaar oud. 100.000 kilometer gelopen. Kijk, bij een auto is dat niks. Dan is dat gewoon dik in orde. Dan is dat niet echt een probleem. Maar bij zo'n motorfiets, zo'n ding is natuurlijk zo licht mogelijk gemaakt. En helaas de laatste jaren ook zo goedkoop mogelijk. Er is veel kritiek op deze startmotoren. Dat ze eigenlijk niet krachtig genoeg zijn. Omdat de compressie bij die 1200 loopt jaren alleen maar steeg. En die startmotoren zijn redelijk identiek. Zo'n beetje van 2006 tot ongeveer dit. Nou, dit is een Bosch motor, zie ik. Dit is een originele BMW motor, dat zie ik sowieso wel. Nou, wat zie ik hier nog meer? Nou, gebruikelijke vet. Zo. Nou, loopt wat zwaar. Daar zitten ook bronzen busjes in. En de tandjes zijn ook redelijk netjes, niet compleet ingeslagen. Dus het valt allemaal zat mee. Dan gaan we de startmotor maar eens wegbrengen.
En dan gaan we maar eens horen wat zij ervan vinden. Ik heb nog even overwogen om gewoon een nieuwe startmotor te kopen. De mensen kopen zo'n Van Neo motor. Daar heb ik ook op geklagen. Dit is Bosch. Sla ik toch iets hoger aan. Maar wat ik wel denk is, waarom ga ik reviseren? Nou, zo'n startmotor kost tussen 250 en 300 euro van Van Neo. En dan heb je ook die modellen die zijn als het ware iets sterker. Maar als je dezelfde zwakke accu houdt, ja, dan hou je nog steeds weinig marge over. Dan kan je wel een sterkere motor hebben, maar als je geen zwakke trek accu monteert, dan schiet je nog weinig op. Behalve dat je accu snel leeg is, bij wijze van spreken. Ik kies eigenlijk voor reviseren, want de offerte die ik gekregen heb, die was een behoorlijk stuk lager dan een nieuwe motor. Nou, ik heb vroeger zelf startmotoren gereviseerd bij een bedrijf. Dus ik weet wat ze gemeestal doen, hè. Dus ik ga ervan uit dat het doorgemeten wordt, de veldstating wordt gemeten, hij wordt schoongemaakt. Misschien dat ze nieuwe bronzen busjes in doen, maar ik denk dat ze geconcentreerd op de koolborstels en de spierbanen waar die tegenaan, waar die, en de contactpunten van de koolborstels oprusten. De collector. Grote kans dat daar gewoon aanslag en viezigheid op zit. En als die overgang weerstand eruit is, dan denk ik wel dat hij het een heel stuk beter gaat doen. Ik ben benieuwd en we gaan het zo meteen zien. Oh ja, het monteren gaat natuurlijk in dezelfde volgorde zoals het demonteren. Dus eerst de kabel losjes erop, ding er weer op en dan achterwaarts erin. En dan achterwaarts in en dan pas deze er weer op. En dan de boutjes erin. Dus ook van die mooie paspennen zitten hier in. Daar. En van die. En hier. Zodat je inderdaad. Ja, dat je maar op één manier erin kan. Goed. Nou, ik heb de startmotor weer terug. 48 euro was ik kwijt voor een revisie. En eigenlijk bleek dat de motor eigenlijk. Eigenlijk was hij ja, erg goed. Het mechanisme van de bendex dat functioneerde niet goed. Dat ging heel stroef. Dus het inschakelen en dan voor de schuif van het tandwiel. Daar zat heel veel weerstand in. Dat hebben ze dus uit elkaar gehaald. Schoongemaakt, nieuw ingevet. De koolbossen waren als nieuw. De bronzen bus zat er niet te veel speling op. De rest van de motor was ook allemaal goed. Volgens mij is deze motor al een keer vervangen geweest. Gezien de leeftijd en de kilometers. Dus had het misschien best kunnen het al. Maar goed. Nou, een stukje schuren gekregen om de dingetjes op te kunnen schuren. Dan gaan we er maar eens in stoppen. En kijken hoe het verder gaat. Goed. Nou, ik heb even de contactvlakken even goed geschuurd. En ik heb ook alle andere onderdelen heb ik even goed gedaan. Alle viezigheid eraf is. Ik smeer zo meteen een heel klein beetje zuurvrije vaseline erop. Want waar dat vet zit, gaat het niet snel corroderen. En je accupolis smeer je het ook. Ik weet gewoon de kleinste beetje verontreiniging kan zorgen dat je een overgangsweerstand hebt. Dus gaan we eerst de startmotor terugplaatsen en dan de omgekeerde volgorde de kabels weer monteren. De startmotor zit er weer in. Aansluitingswerk om plaats ingevet. Dit topje erop. Het topje moet hier nog op. En ze weer vast aangezet. Dan moet ik eigenlijk alleen nog het dopje erop doen. En de mechaniek van de gasklep weer monteren. Accupol erop. En dan kunnen we gaan kijken of we gaan kunnen starten. Nou, dan gaan we even starten. Het komt omdat de accu er heel lang afgelegen heeft. Nou, hij start een stukje makkelijker dan eerst. Ik ben nog niet 100% tevreden. Het is wel beter geworden. Maar ik denk dat er meer in zit. En of dat nou nog in de best wel dunne pluskabel zit. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Wat ik wel weet is. De startmotor is in ieder geval gecontroleerd en gevrijwaard van storingen. De bendex was heel erg stroef. Dat is dan gesmeerd en gedaan.
Alle contactpunten zijn opgeschuurd en ingevet met zuurvrije vaseline. Dus de corrosie die er was, is nou weg. Dus de overgangweerstand is nu lager. En misschien dat ik nog eventjes de minpol kan opsporen. De minmassakabel, dat die nog even ga controleren of daar misschien nog wat viezigheid op zit. Nou, Ivo, bedankt voor het kijken. Deze startmotorcontrole en deelrevisie heeft me 48 euro gekost. Voor degenen dat interessant vinden. Ik koop voor 180 euro à 200 koop ik een Vaneo. Nieuw. Maar ja, goed. Ik denk als er echt heel veel kapot was geweest, dan dan interessant is om gelijk gewoon eentje te bestellen. We gaan het gewoon even aanzien wat hij nou doet. Ik ben bedankt. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer.